Makka, het hing er al een tijdje in de lucht, maar ja. Eindelijk is het rond. Blij mee? Zeker, zeker. En wat je zegt, het heeft een tijdje geduurd, maar eigenlijk is het wel altijd de intentie geweest om te blijven. Alleen ja, er moesten een paar dingen besproken worden en ik ben blij dat het nu is afgerond en dat het officieel is, zeg maar. Ja, je tekent bij voor 2,5 jaar plus nog een optie voor een extra jaar. Ja. Wat zegt dat over, over jou en over de club en over de situatie? Eerlijk gezegd ben ik al blij dat je in deze tijden een contractverlenging krijgt aangeboden. En toen ik zag dat het 2,5 jaar was en wat je zegt plus een optie, spreek wel echt veel waardering uit. En daar ben ik gewoon heel blij mee. En ik heb voor de komende tijd gewoon zekerheid en ik kan me rustig samen met Eindhoven op voetballen richten. En het is gewoon super fijn dat dit uit is gekomen. Ja, was dat voor jou ook een soort van dingetje om echt voor zo lang bij te willen tekenen? Toen ik het aanbod zag in een aantal jaren, dacht ik wel van, dat is wel mooi. En iedereen weet in wat voor tijden we zitten en dat niet iedereen naar zijn werk kan of werk heeft. En dat wij gewoon lekker mogen voetballen eigenlijk, dat is wel speciaal en wel bevoorrecht. En dan denken dat je nogmaals zo'n contract op zak hebt, voelt wel lekker. Ja. Nou, we zagen ook berichten voorbij komen dat er mogelijk nog andere avontuurtjes in het verschiet lagen. Ja. Is dat ooit concreet geweest? Niet zo concreet als FC Eindhoven. En ik heb ook tegen mezelf en gezin gezegd van ik ga niet overal meer naartoe, omdat we hebben nu een kleine, dus we hebben wel wat meer verantwoordelijkheden. En als je dat afzet tegen de avonturen die ik al heb gehad, die toch eerder dan verwacht zijn verbroken eigenlijk, heb ik toch gekozen om gewoon Nederland bij Eindhoven te blijven. Ja, je kunt nou na een wedstrijd schorsing ook er eindelijk aansluiten in de wedstrijdselectie. Hoe was die afgelopen week voor jou, aangezien die uitspraak, dat beroep was pas donderdagochtend, vrijdagochtend was het pas bekend, donderdagavond uitspraak. Hoe is die periode voor jou geweest? Ja, best raar, omdat ik niet eerder zoiets heb meegemaakt, heel dat proces. Verklaringen afleggen, om het zo maar te zeggen, en jouw beeld van dat moment beschrijven. En we zijn toen naar Zeist geweest en uiteindelijk heeft het niet goed uitgepakt. Ik bleef bij die ene wedstrijd, dus het was wel een aparte week. En nu dan een week met contractverlenging en ik kon weer aansluiten met de groep. Dus we zijn twee aparte weken geweest. Ja, hoe was het om vanaf, niet eens vanaf de bank, maar eigenlijk vanaf de bank thuis te kijken hoe Eindhoven tegen Almere speelde? Ja, vreemd. Normaal ga je altijd... tenminste, ik ga altijd wel kijken, ook als het uit. En nu zit je inderdaad thuis. Heel anders. En je hoopt toch voor de jongens dat ze een mooi resultaat neerzetten. En dat is denk ik wel gelukt, uiteindelijk. Ja, morgen dan uit naar Excelsior. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik vind dat Excelsior goede spelers heeft. Met kwaliteiten. En alleen als team... staan ze misschien niet waar ze willen en misschien ook wel horen te staan. Dus het is wel oppas voor de kwaliteiten van hun spelers. Maar ik denk dat wij niet voor niks op de plek staan waar we nu staan. En gewoon ook van eigen kracht moeten uitgaan. En ik denk dat het een mooie open wedstrijd gaat worden. Ik denk dat Eindhoven de laatste wedstrijden wel... Eindhoven Excelsior wel mooie wedstrijden zijn geweest. Met leuk voetbal en veel goals. Dus ik denk dat het morgen hetzelfde zal zijn. Ja, eerder dit seizoen werd het 1-1. Ondanks dat jullie eigenlijk een hele helft met een man meer speelden, kwamen jullie niet verder dan een gelijkspel. Geeft dat dan ook extra motivatie om revanche te nemen op die vorige wedstrijd? Ja, ik was er zelf helaas niet bij, omdat ik met de nationale ploeg weg was. Maar ik heb wel gehoord natuurlijk hoe het verliep. Ja, als je met een man meer eigenlijk staat, wil je altijd... ben je gewoon gebrand om de wedstrijd winnend af te sluiten, maar het is moeilijker dan men denkt soms. Hun gaan gewoon inzakken en loeren op die countermomenten. En die kwam er ook. En dan is het nog wel knap dat je uiteindelijk doorheen komt en alsnog tegelijk maken. Maar...
Maar morgen vol voor de overwinning? Ja, zeker weten. Altijd. En het is volgens mij alweer even geleden dat we hebben begonnen. Dus laten we morgen maar voor de 3 punten gaan.